Hoi, welkom bij weer een nieuwe video. Ik ben net aangekomen in het Rainier National Park en het is echt nu al super vet. Rainier Mountain is zeg maar een hele grote vulkaan en echt overal ligt sneeuw. Dus dat vind ik echt super leuk, want ik heb dus eigenlijk de winter overgeslagen in Nederland. Ik weet niet of je sneeuw hebt gehad in Nederland. Weet ik eigenlijk niet. Maar goed, ik heb hier dus nu sneeuw. Maar goed, ik neem jullie weer mee en let's go! Oké, we zijn aangekomen bij een plekje dat heet Paradise. En dat is zeg maar onder Mount Rainier. En die is dus hier voor mij. En we lopen nu door de sneeuw. Ik ga alweer Engels praten. We lopen nu door de sneeuw. En ik heb serieus nog nooit zoveel sneeuw in mijn leven gezien. Want ik heb dus nog nooit geskiet of gesnowboard in mijn leven. Ik heb wel eens gesnowboard, maar ik ben nog nooit op wintersport geweest. Maar kijk hoe mooi. Love it. Daar is die. Kijk hoe mooi. En de wolken komen eraan. Don't eat the yellow snow. Gewone sneeuw is wel lekker. En vanaf hier kan je dus meerdere vulkanen zien. Want daar waar ik nu op ga inzoomen, dat is dus St. Helen. De St. Helen Mountain. En hier hebben we Adams. Dus ik heb gewoon 3 vulkanen gezien op 1 dag. En achter me heb je Mount Rainier. Like... hier. Yes. Dit is toch het beste geluid wat er is. Dat gekraak van de sneeuw. Love it. En we zijn weer beneden. En het was echt super nice. Ik vond het zo tof om te doen. Zeker omdat ik ook gewoon nooit op wintersport ga en zo. En ik wel heel erg van sneeuw hou. Ja, love it. Echt top. Oké, op de terugweg zijn we eventjes gestopt bij de Snoqualmie, ik zeg het de hele tijd verkeerd, watervallen. En hier ben ik een week geleden eigenlijk al geweest, op de eerste dag dat ik hier was. Of nee, de tweede dag dat ik hier was. Maar toen had ik mijn camera niet bij, want vertelde ik al dat ik dus niet had gefilmd eventjes. Maar nu kan ik het jullie dus zelf wel laten zien, dus check it out. Oké, ik ga voor het eerst een Chicago-stijl stuffed pizza eten. En dat moet je eigenlijk zien als een soort dubbele pizza. Wat helemaal volgestopt is met meuk. Oh, dit ga ik volgens mij echt fantastisch vinden. Kijk, het heeft gewoon 2 lagen. Love it. Oh,
Anyway, het is zondag en wij gaan kajakken, maar het regent echt super hard. Dus ik heb echt een hele coole outfit aan. En de kajak zit al op het dak. We zijn aangekomen op de bestemming. En het is gestopt met regenen, dus dat is echt super chill. En de kajak.